Ja, in zekere mate wel. Dus vorig jaar Beneliga was niet betaalbaar voor ons. Dus hebben wij afstand genomen en dan met de jeugd verder gedaan. We zijn heel goed gestart. De eerste 13 wedstrijden stonden wij tweede. Maar de ploeg was te jong en we hadden veel te weinig personeel. Dus veel speelsters die afgezegd hadden voordat het kampioenschap begon. En ik vond, ja, we zijn met 13 de competitie ingegaan. En je weet dan, gekwetste, geschorste, studies. En uiteindelijk zijn we zesde geëindigd. Dat is toch nog eervol, denk ik, met een groep heel jonge meisjes. En daar wil STVV nu iets aan doen. Ondertussen hebben ze bakken ervaring binnengehaald naar het komende seizoen toe en willen ze meedoen voor de prijzen. In deze vriendschappelijke wedstrijd tegen Kortesum komen ze al snel op een schitterende wijze op de 1-0. Een ex-goudenschoen in uw rangen hebben in het vrouwenvoetbal is geen enkele andere Belgische ploeg gegeven. En mede daardoor stelden wij ons de vraag hoe in godsnaam een goudenschoen in het vrouwenvoetbal terechtkomt. Ja, dat is niet evident natuurlijk. Maar ja, de voorzitter had mij dat gevraagd over 2 jaar of ik dat wou doen. Wij moesten toen Beneliga en ik had een UEFA-diploma. En dat was nodig voor de Beneliga. En dan zo ben ik erin gestapt en ik ben er nog altijd in. En heel veel goesting. Sommige matchen heb ik heel veel plezier aan de meisjes, andere natuurlijk iets minder. Maar ja, dat is inherent aan dames natuurlijk. Hè. De ene dag is goed, de andere minder. Maar over het algemeen zijn heel toffe meisjes. Ik ben er heel tevreden van. En daarvoor danken ze Lon Polonus op het veld. Want luttele minuten na de 1-0 wordt de bal niet goed teruggespeeld. En dit moet je bij de STVV-dames niet doen. Het staat 2-0. Voetballen en trainen in een tempel zoals deze van STVV is nooit gezien in het vrouwenvoetbal. En dat weet ook Polonus. Ja, ik denk dat de accommodatie, dus dat is hier een tempel in feite. Als we hier kunnen trainen en spelen, ik denk dat dat een echte surplus is. En dat moet, in de toekomst moet dat nog beter gaan, dat we nog meer meisjes kunnen aantrekken. Ook naar de jeugd toe, dat we terug doorstroming hebben van de jeugd naar de eerste ploeg. Ik denk dat er niemand in België in zo'n stadion kan spelen en trainen. Ik denk dat dat heel belangrijk is en de meisjes moeten ook beseffen dat dat nergens anders is. Dat klopt en daarover kunnen wij meespreken. Als u kijkt waar de kampioen in eerste nationale moet spelen, dan is het gras steeds niet groener aan de andere kant. De STVV-vrouwen zijn gedreven en in minuut 30 wordt het 3-0 op schitterende wijze. Door de afzegging van het Binnenleague-verhaal afgelopen seizoen kregen de Canaries het alvast zwaar te verduren. We hebben dus heel veel negatieve publiciteit gehad met stoppen van de Beneliga, het opdoeken. Dan die van tweede nationale gezakt naar derde nationale. Dus er was heel veel negatieve publiciteit. We gaan nu proberen dat om te zetten in positieve. En ik denk de meisjes die wij aangeworven hebben, die allemaal positief zijn. En voor mij is dat ook belangrijk. Dus niet alleen veel lawaai maken rond het veld, maar op het veld moet het gebeuren. En ik denk dat we goed op weg zijn daarmee. En dat kunnen we beamen, want de vrouwen van STVV verwennen in deze barre weersomstandigheden de aanwezige supporters en scoren beide vleet. De ene al wat mooier dan de andere, hier wordt het alvast 4-0. Kortesum krijgt nu alle hoeken van het veld te zien en kan het niet meer belopen. De Canaries daarentegen doen dat wel en na een schitterende dieptepas en een idem dito voorzet staat het 5-0. Het is voor ons alvast duidelijk dat dit STVV een ambitieuze ploeg heeft en volgens ons niet lang in derde nationale zal spelen. Ja, onze ambitie is dus, we zouden binnen 2 jaar terug eerste nationale willen spelen. Dat is de bedoeling en daarom ook dat we een beetje gekozen hebben voor ervaring. Ik denk dat dat heel fel nodig hadden, dus die ervaring. En ik denk dat we daarmee goed gescoord hebben. Ervaring en jeugdtalent, samenkneden met een topcoach en een ex-gouden schoen achter de hand, is volgens ons alvast een goed concept dat in de toekomst zijn vruchten kan afwerpen. Kortesum vecht voor wat het waard is en mede doordat de thuisgoalie met een blessure in het doel staat, kunnen ze de eredder scoren. De STVV-vrouwen winnen de wedstrijd uiteindelijk met duidelijke 7-1-cijfers en kunnen zich nu al gaan voorbereiden op het komende seizoen met een tevreden ex-gouden schoen Polonus na afloop van de wedstrijd. Ja, het was heel nuttig dus. Een 7-8 nieuwe meisjes inpassen. We hebben een totaal 10 nieuwe.
gaat misschien nog één of twee bijkomen, dat we 11 hebben. Dus niet gemakkelijk, maar ik ben heel tevreden vandaag over het geleverde spel. Het tegenstrever was niet van hoog niveau, maar ja, de manier waarop we gevoetbald hebben, dat beviel mij wel.